Een paar weken geleden vroeg ik aan een vriendin of ze nog een leuk boek kende. En die vriendin zei, ken shock. Shock als in gechoqueerd zijn, zei ik. Nee, dit boek ken ik niet. Alle nieuwsgierigheid in mij was geprikkeld. Dus vandaag ga ik wat meer vertellen over Shock van Mel Wallis de Vries. Dit boek is een thriller, vandaar de titel misschien. De essentie zegt iets over accepteren van wat is. Er zijn heel veel onvoorspelbare dingen. En het leven is eigenlijk onvoorspelbaar. Geluk en verdriet kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen. En we hebben dus allemaal een manier te vinden om onze gedachten of dagelijkse zorgen soms ook even te pauzeren. Om ons hoofd wat rust te gunnen. Zo deden Lily, Bo, Mabel en Anouk. Vier beste vriendinnen, allemaal verscheurd door verdriet, maar ook door angst. Stel je voor, je beste vriendin verdwijnt na een schoolfeest. Alleen haar fiets, haar gsm en bebloede jas worden gevonden. Wat is er die avond gebeurd? Maanden later lukt het hun pas om hun leven weer op te pakken. Ze vertrokken met z'n vieren naar de camping in Zuid-Frankrijk. Het wordt de beste holiday ever, dat dachten ze. Maar dan komt de moordenaar terug. Kunnen ze nog vluchten of is het te laat? Wat ik geweldig vond aan dit boek is dat hij spannend was. Daarom heb ik mijn boek snel uitgelezen. Er bleef maar actie zijn, dus het was moeilijk om hem los te laten. Maar af en toe waren er ook wat rustige momenten. Zelf al was het soms rustig, bleef het boeiend en niet saai. Het was ook een leerrijk verhaal. Dat je elkaar moet helpen en zelf als die persoon altijd lacht, betekent niet dat er niks mee scheelt. Dat je ook goed moet nadenken voordat je iets doet, want het kan zware gevolgen hebben. Ik raad het jullie aan. Plus, het zou ideaal zijn mochten jullie allemaal griezelverhalenfans zijn, maar zelf ben je dat niet, raad ik het jou aan. Ik ben zelf geen horrorliefhebber, maar ik heb hem compleet laten meeslepen. Daarom vind ik het zo leuk.